Vandaag heb ik voor jullie een Q&A met mijn knappe vriendje. Team. Zo, wij zijn een team. Perfect. Bullshit. Afgewezen. Nee, doe. Voordat ik op vakantie ga. Luister, gekeken, want... hou op. Nee, nee. Bel nee, nu maar mijn zusje. Nee, hoi. Hou. Okay. Je zou zo'n leuke video hiervan kunnen maken. Ik woon hier in Nederland en Julien woont echt hier in Nederland. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier niet alleen, maar ben ik samen met mijn vriendje. Julien, hi. Voor de mensen die de vlogs hebben gekeken, die weten wel wie jij bent sowieso. Dat weet ik ook, dat denk ik, dat weet ik zeker. Ja, en voor mensen die mij op Instagram volgen, heb je ook genoeg voorbij gekomen. Mensen die op Tina Festival waren. Heel veel hebben jou wel voorbij gekomen, maar we hebben nog niet echt vragen beantwoord. Dus daarom hebben wij vandaag voor jullie een... Q&A. Spannend. Yes, leuk. Jullie konden via Instagram allemaal vragen insturen. Volg je onze Instagram nog niet? Check even linkje in de beschrijving. En al deze vragen hebben wij een paar uitgezocht. Die gaan wij vandaag beantwoorden. Een beetje de meest gestelde. En dan kunnen we natuurlijk altijd nog een Q&A 2.0 doen of zo later. Ja. Maar voor nu even eerst de meest gestelde vragen. Dat is goed. Dus laten we lekker gaan beginnen met de video. Maar voordat we gaan beginnen, doen we even een... Blijmpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En let's get started. Vraag nummer 1 is, waar hebben jullie elkaar ontmoet? En deze vraag is echt niet normaal veel gesteld. Dat zeg ik, ja. Ook ga bij mij heel uitleggen vaak. Of ga ik het uitleggen? Ga jij het maar uitleggen. Het is spannend. Het is een beetje raar ook eigenlijk. Hoe leg je dit uit? Oké, ik ga het uitleggen. Voor de mensen die het wel weten, misschien niet weten. Mijn vader is illusionist en mijn ouders hebben een eigen dinnershow. En mijn vader die organiseert elk jaar het Nederlands kampioenschap junioren goochelen. Heb ik ook wel eens verteld in mijn vlogs. En... deze meneer, die deed daaraan mee. En eigenlijk heb je echt al lang meegedaan. Dat is dus elk jaar bij ons, bij mijn ouders op het werk. Dus bij hun in de studio. En eigenlijk hebben wij dus elkaar waarschijnlijk al heel vaak gezien toen we kleiner waren. Ja. Maar nooit echt opgevallen gepraat of, zo. Nee. Of contact gehad of zo. Maar wel gewoon dat we elkaar hebben gezien optreden op het podium. Maar nooit echt nooit iets hebben. Contact. Nee, nooit contact. Dat is wel raar eigenlijk. Totdat jij het ging presenteren. Toen was ons eerste contact eigenlijk pas. Ja, want ik ging dus afgelopen jaar eerder liep ik altijd een beetje rond bij het juniorenconcours. Mm-hmm. Dan ging ik altijd een beetje kijken, gewoon stiekem backstage en zo. En dit jaar presenteerde ik het dus. Dus ik had heel veel contact met alle deelnemers, want Julien deed mee. Dus toen moest ik ook bij iedereen een klein interviewtje houden en zo. En toen hadden we eigenlijk wel meer contact. Ja, toen... Toen hadden we gewoon, zeg maar, toen hadden we elkaar voor het eerst gesproken, denk ik. Dat ja, was toen. Was, ja. Ja. Dus eigenlijk het eerste waar we elkaar ontmoet hebben was bij het juniorenconcours. Ja, dat was in april dit jaar. Op de Nederlands kampioenschappen gaan. Ja, op de Nederlands kampioenschappen in april. Maar wij hebben echt wat sinds was gekregen sinds juli. Ja, eind juli. Eind juni begint juli, denk ik. Eind juni begint juli, toch? Ja, zoiets was het. Ik weet het niet precies. Ik ook niet. Door naar de volgende vraag. Vraag nummer 2. Hoe lang hebben jullie al? Hebben we even discussies over gehad? Afgewezen? Nee, voordat ik op vakantie ga. Luister! Gekeken, hou op! Bel nee! Me, nee! Bel luister, me maar mijn zusje nee. Over gehad. We hebben een hele lange discussie. Het was een paar keer, was het zeg maar, toen hadden we, eigenlijk hadden we al wel een hele tijd wat, maar ja. Toen was het net weer niet officieel en toen wou ik nog wachten en toen wou toen jij weer wachten omdat ik jou had afgewezen. Dus ja, het was even een beetje discussie, maar de officiële datum is 29 augustus 2019. Oké, dat hebben we zojuist vastgesteld. 29 augustus 2019. Oké, okay, prima. Prima. Hartstikke mooi. Perfecte datum. Dat is perfect. Vraag nummer 3. En die komt wel een beetje terug op de vorige vraag. Hadden jullie lang iets voordat jullie het naar buiten brachten? Jawel. Ja, maar kijk. We hebben een maand ongeveer, anderhalve maand gewacht voordat het op Instagram... Toen het echt officieel was. Toen maar het officieel? Het was echt al wel, het was in de zomervakantie was het echt al ja, wel. Ja, in de zomervakantie begon het wel. En toen kregen we iets op de 29ste dus. En toen hebben we anderhalve maand gewacht voordat we het op Instagram hebben geplaatst. Ik denk een maand hoor, het was best wel snel. Oké, een maand. Een maand of zo. Nou, prima toch? Een maandje. Sommigen wachten wel langer. Ja, sommige mensen wachten wel. Wij wilden gewoon graag posten, daar ging ook mee naar het tienerfestival en zo. Dus het was wel leuk als we het daarvoor al bekend hadden gemaakt. En anders was het ook zo random. Ach, zo raar is die guy. Ja, daarom. Ja, daarom. Wel goed gedaan. Dat is prima. De volgende vraag, deze is eigenlijk aan jou. Wat vind je ervan dat Bo YouTube doet? En zeg je YouTube, maar dan bedoelen ze eigenlijk gewoon alles. Hè? TikTok, Instagram, gewoon het hele pakketje bij elkaar. Wat vind je daarvan? Oeh, ja, dat is moeilijk. Ik denk dat het wel een beetje wennen is of zo. Ik vond het wel wennen dat mensen je herkennen op straat of zo. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel leuk, want ik doe zelf dan ook een beetje aan YouTube of zo. Daarom vind ik het heel leuk. Dus ik begrijp het allemaal wel heel leuk. Ik vind het allemaal gewoon heel leuk eigenlijk. Eigenlijk ben ik heel positief. Ik vind het allemaal heel leuk. Oké. En trots op. Gaan we door naar de volgende vraag? Doe maar de volgende vraag. Ja? Ja. De volgende vraag, u mag hem voorlezen. In welke provincie wonen jullie? Zien jullie elkaar vaak?
zijn twee vragen achter elkaar, maar het hoort wel een beetje bij elkaar. Het hoort wel een beetje bij elkaar. Nou kijk, we gaan het even uitleggen. Het is dus zo. Ik woon hier in Nederland en Julien woont echt hier in Nederland. Ja, we wonen best wel ver uit elkaar. Ik woon in Drenthe en Julien woont in Zuid-Holland. Dus ik woon echt een beetje in het noorden van Nederland. Nou, meer noordoosten. En ja. Jij woont echt wel zuiden van Nederland. Nee, ik woon helemaal Den Haag. Ja. Dat is de andere kant gang. Dus dat is wel ver. Het is 2 uur reizen volgens mij. 2 uur met twee de trein. Uur. Ja. Maar ondanks dat zien we elkaar wel elke week. En nu we dan vakantie. Dus dan nog meer dagen. Maar eigenlijk wel elke week. Want dat lukt wel prima zo. Ja, dat lukt makkelijk. Ja, prima. Ja. Prima. Long distance relationship. Dat doen wij gewoon even. De volgende vraag. En we hebben echt... Dit is een beetje een soort vraag. Daar hebben we echt veel van binnen gekregen. Alleen dit is natuurlijk een beetje een eerste Q&A om jou ook te leren kennen. Ja. Dus dan was het een beetje raar als we alleen maar dat soort vragen erin gingen doen. Dus bij deze. Hebben jullie al gezoend? Nee. Nee. Gadver. Dat vind ik echt vies. Ja. Ik zou er ook niet aan moeten denken om jou te zoenen. Nee, ik ook niet. Nee. Gadverdamme. Gadverdamme. Gaat door naar de volgende vraag. De volgende vraag... Wat of waar willen jullie sowieso nog een keer naartoe of zeg maar doen samen? Dus iets wat we nog een keer samen willen doen of ergens waar we samen nog een keertje heen willen. Ik wil sowieso op vakantie. Ik ook. En ik weet nog niet precies waar. Nee, maar gewoon niet een heel... warm land of ja, zo vind ik ja, leuk. Ja, maakt me ook niet zo heel veel uit. Nee, maakt me ook niet uit, maar dat lijkt me sowieso wel leuk. Ja, nou, we hebben dat Tina Festival en zo gehad, laatst Walibi Friday, nou, dat soort dingen. Ja, dat is dus gewoon leuk. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon leuke dingen voor tussendoor, maar inderdaad echt... Ja, vakantie. Echt, maar ik zou niet weten waarheen precies. Nee, maar dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Dus gewoon, ik heb sowieso zin in een vakantie. Ik dus, ook, altijd lekker. Naartoe, ja, maar uit, ja. We zijn er weer aangekomen bij de laatste twee vragen. En dit zijn een beetje een soort van tegenovergestelde vragen van elkaar. Dus we gaan eerst beginnen met de wat negatievere. En dan naar de positievere. De eerste is namelijk, wat is de grootste irritatie aan Julien? Oh, ik weet het al. Ik weet het al. Oké, zeg het maar. Ik heb er twee. Of aan mij? Ja. Oké, zeg maar. Oké, twee. Ja. Bo heeft een soort tikje dat als ze iets spannend vindt of zo, dan gaat ze klikken met de tong zo. Oh ja, dat is echt zo zeg maar. Als ik dan bijvoorbeeld ergens zit of zo, ik ben heel erg diep aan het nadenken, ga ik zo. Maar dat heb ik dan helemaal niet door, omdat ik echt zo aan het nadenken ben of zo. Maar dat heb ik ook wel eens als ik gewoon iets op wil halen in mijn hoofd waar ik even niet op kan komen, dan doe ik dat ook. Ja. Maar wat was de tweede? De tweede is dat je het heel leuk vindt om aan mijn gezicht te zitten. Kijk, ik doe dus altijd zo en zo en dat vindt hij heel irritant. Ik vond het echt best wel meevallen. Ik dacht, ik kom nu hele rood. Nee, het is ook niet echt. Maar, ik heb ook niet zoveel irritaties. Ze denken, oké, een irritatie, maar dat is niet echt een irritatie. Dat is denk ik meer hoe je bent als persoon. Dat is dat, zeg maar, ik best wel ben van alles even weer netjes leggen, zeg maar. Oh, mijn bed ja, netjes, ja. Mijn kleren weer netjes ophangen. En hij, het ligt buiten de camera, maar jij bent gewoon iemand die legt overal alles neer. Oh, doe ik straks wel. En daar kan ik me soms wel aan irriteren. Ik denk van, hou op deze bende. Maar, ja, dat is niet echt irritatie. Dat is gewoon hoe je bent, weet je. De een heeft zo'n tikje dat het gewoon snacks moet zijn. De ander heeft iets van, nou, boeien. Dus, ja. Ja, zo denk ik wel. Dan nu de leukere kant. Dat is namelijk, wat vinden jullie het leukste aan elkaar? Moeilijk? Ik zit even te denken. Is ja, ik weet moeilijk? Het wel, ik weet het wel. Oké, nou zeg. Moet ik het eerst zeggen? Zeg jij het maar eerst. Oké. Het leukste vind ik, denk ik, dat jij zeg maar, jij bent best wel spontaan. Dus jij bent niet gewoon ingetogen, zeg maar, van oh, ik durf niet naar iemand toe te gaan. Jij stapt heel snel mensen af, zeg maar. Dus oh, hi, weet je wel, jij maakt heel gemakkelijk een praatje en zo. Dat is gewoon een voordeel. Ja. Nee, maar vind dat echt? Ja, dat is echt zo. Dat vind ik echt een voordeel, gewoon een pluspuntje. En... Ik denk wel, wel gewoon, zeg maar, ook sociaal. Gewoon een beetje dat bij elkaar. Dus spontaan, sociaal, goed in omgang met anderen. Zo, gewoon een beetje dat. Maar gewoon heel veel dingen zijn wel leuk. Maar dat zijn even de dingen die er bovenuit komen voor mij. Oeh, ik vind het echt lastig, man. Ik heb best wel veel dingen die ik heel leuk vind. Ja, dat heb ik dus ook. Maar als ik gewoon even denk van, dit is iets wat ik bij jou echt er bovenuit vind komen. Kijk, tuurlijk, ik vind elkaar leuk, weet je. Je bent lief, gezellig, alles bij elkaar. Maar dat zijn even dingen... Die komen er voor mij zo even bovenuit. Die het snelst in mijn hoofd opkwamen. Ja, bij mij komt ook sowieso in mijn hoofd op dat ik jou heel erg makkelijk vind of zo. En makkelijk? Ik vind ook dat jij heel erg sociaal bent, maar heel professioneel. En dat vind ik echt super. Hoezo professioneel? Nou, bijvoorbeeld met dingetjes. Als ik jou zie met dingetjes oplossen of zo, ik vind dat echt helemaal top. Maar. Ja, hoe zeg je dat? Ik snap niet. Jij bent zo professioneel in, ook bijvoorbeeld, ja, gewoon alles.
Ook al, jij maakt ook zo makkelijk een praatje met iedereen. Maar hoe zeg je dat? Ja, spontaan sociaal. Ik weet niet, ik weet niet hoe maar jij. Maar dat wil ik nou niet zeggen, omdat het dan op elkaar lijkt. Moeilijk. Maar ik denk gewoon een beetje hetzelfde aan elkaar. Ja. Gewoon dat beide wel gewoon zelfstandig. We kunnen ons heel goed redden. We kunnen ons redden zelf, maar ja. Met elkaar zijn we nog sterker. Ja, gewoon een goed team. Zo, wij zijn een team. Perfect. Dat waren alweer onze vragen voor de Q&A. Wat vond u ervan? Ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook leuk. We hebben nu gewoon even de vragen beantwoord. Iedereen die mij nu een beetje kent. Jullie weten wat meer over Julian. Ja. En over ons. Over ons. Altijd leuk. Ja, gewoon over... Over ons. Ja, over ons. Maar goed, dit was in ieder geval de video. We hopen dat jullie het leuk vonden. En willen jullie nog meer video's van ons samen? Dat kunnen echt van alle soorten video's zijn. Laat even weten in de reacties. Vond je de video leuk? Doe dan even een... Blijmpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En hopelijk tot snel. Doei doei!